Stel je voor dat de gemeente Zutphen niet alles wegzuigt, zodat er nog bloemen zijn, insecten, om hun jongen te voeren voor de vogels en vlinders en al die beesten die er niet meer zijn omdat de vlinders, omdat de bloemen er niet meer zijn en geen insecten, geen rupsen, geen voeding meer voor de dieren, ja dan gaan ze vanzelf al weg. Maar daar wou ik het niet over hebben, maar stel je het voor. En stel je eens voor wie de boosdoener is. Oh. Zo is de kikker. Oh nee, de pad voor vandaag. Kijk, die had niet verwacht dat ik nog in de winter even langs zou komen. Oh, maar je ziet hoe mooi. Ongelooflijk. En dat zuigen ze gewoon weg uit die sloten, hè? Gewoon massaal. Al die beesten. Al die dieren. Al die bloemen. Ik mis de bloemen zo erg, hè. Er zijn geen bloemen meer. Ze zuigen overal. En dat is niet zeggen, nee, een keer dat stukje laten we staan. Nee, overal. Het is gewoon een soort beleid. Dat we straks niet meer ons kunnen genezen vanuit de natuur. Dat we bij hun aan moeten kloppen. Om het laatste zetje te krijgen. Hè? En vroeger, geneeskracht. Het woord geneeskracht komt vanuit de bloemenwereld, hè. Uit de plantenwereld. En Monsanto die steelt dus al ons DNA van de plantenwereld. En dat patenteren ze dan en dan mag jij het er alleen nog bij, als je het via hun koopt, mag je het nog hebben. Die rotzakken. Dus heel veel mensen moeten dood, alleen daarom. En het is niet eens van hun, hè? Dus, nou jongen, hier. Hup, zet hem op. Ik heb nog een hele mooie kikker, maar die is weet ik ook niet. Oh, ik voel hem. Hij was helemaal koud. En ik denk, ik kom er nooit meer uit. Daar gaat hij. Die is helemaal koud. Hij wil helemaal niet goed springen. Ik zal hem nog één keer pakken. Kun je zien hoe mooi die is. Oh. Kijk, dit zuigen ze dus gewoon weg. Hè? Overal. De sloten. Langs de bermen. Ik vind het zo zielig. Echt, moet je zien hoe mooie groene buik die heb. Echt super. Ik hou zo van dieren, hè. Oh, nou jongens, sorry dat je omhoog moet springen. Nou, ik nog een paar padjes. Ik vind padjes altijd zo leuk. Ja. Misschien moet ik kunnen kijken. Hé, hey, bedankt, hè. Ja, geen dank. Ja, nog een vriend van je. Hup, dan gaat die kikker. Die kikkers zijn altijd wel snel. Hup, ziet die kikker. Zo. Nog een klein padje. Zo. En nog een piep, 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 klein padje. Kijk, hup, en nog een padje. Nou, dan heb ik nog twee kikkertjes. Maar die doe ik apart, want oh, die kunnen springen. Kijk, hier zitten ze. Nou, ik hoop, hup, dan springt hij zelf eruit. Zie je dat? Mooi, hè? Die andere wil weer niet. Dat is altijd zo met kikkertjes, zo'n boskikkertje. Hup, die kant op, nee, hup, andere kant op, zo. Hup, hup, hup. Spring. Ja, jij niet. Oké. En nu komen we bij het allermooiste. Oh, ik ben zo blij dat ik toch nog gegaan ben. Ook al dacht ik van nou zijn ze er wel mee gestopt. Nee hoor. Kijk. Ongelooflijk. Hele kudde. Allemaal van die mooie salamanders. Elke keer als ik er een vind, ben ik zo blij. Dat is heel mooi. Hier, dat zuigen ze gewoon weg. Heeft geen waarde. Ja, biomassa waarde. Maar, moeder aarde? Nee hoor, we maken hem wel stuk. En daarna gaan we hem wel weer beter maken. Mm-hmm. Eerst stuk maken en dan beter maken. Volgens mij gaat hier iets niet goed. Nou, ik zal mijn handje maar even omkiepen. Want, ach, het is helemaal koud. Zie je dat? Kijk, die is een beetje warm. Oh, dit is een dikkert, hè. Oh, zo, dat is een dikkert. Helemaal koud zijn zo. Nou, die ene, die was snel weg. Oh, zie je dat? Daar gaan ze. Mooi, hè. Oh, hier, jongens. Zo, mooi, hè. Oh, een dikkertje. Oh. Ik zal er eentje pakken. Mooi, hè. Nou, die heeft niet zo'n mooie buik. Hier. Hier. Die heeft een mooie buik. Zie je? Helemaal rood is die nog. Mooi, hè? Ja, hij heeft koud. Ja, jongens.
Zet hem op. Ik heb nog één kleintje in zitten. Hier. Heb je, jongen. Zet hem op. Mijn hand heb ik niet van maat. Oh, hij bijt. Oh nee, kan niet. Grapje, hè? Mooi, hè? Oh. Lekker in het zonnetje. Kunnen ze even lekker warm worden. Mooi, hè? Ik vind het zo mooi. Echt super. Dus stel je voor, we doen dat allemaal niet. Dat wegzuigen van alle bloemen en de zaden. En de kikkertjes en de padden en de salamandertjes. En alles wat er nog meer leeft. Al die insecten die er niet meer zijn. Komt door de neonicotines. Zijn alle insecten dood. Kunnen de vogeltjes die insecten eten, ja, die gaan ook dood. Dan haal je alleen maar nog andere soortjes over. Die ook allemaal verdwijnen omdat ze hun jongen niet kunnen voeren. Mooi, hè? Nou, ik ben er wel weer moe van geworden, maar ik ben toch weer blij dat ik gegaan ben, zeg. Poeh. Ja, je hoort hier gelukkig nog wel wat merels. Of musjes. Toevallig. Maar de meeste plekken waar je komt hoor je geen musjes meer. Ik ga ook nog een paar filmpjes maken over de wijk dat er geen vogels meer zijn. Ik ga nog veel meer filmpjes maken trouwens. Over de natuur. Onze vrienden. Hè? In één keer wordt hij warm en dan is hij weg. Even wat opwarmen zijn ze. Het zonnetje moet er even snel doorkomen. Want de winter komt eraan, jongens. Hup, schiet op. De winter komt eraan. Jullie moeten je verstoppen. Ik had zo straks nog gesproken met een man. Die zegt, oh, zet ze hier achter me neer. Want ik heb een vijver. Mijn buurman heeft een vijver. Ik zie je wel vaker in de buurt. Ik zeg, ja, kom je wel vaker. En hij was wel blij dat ik dat deed. Ik zeg dat ook wel vaker, maar ik doe het eigenlijk voor iedereen. Ook om ze bewust te maken van de Rabobank. Dat ze langzaam al het land willen confisceren. Eerst deden ze het alleen via de vleesindustrie. Maar tegenwoordig zeggen ze, hey, de mensen willen geen vlees meer eten. Weet je wat we doen? We gaan gewoon soja en palmolie maken. Dan kappen we alsnog alle bossen om. De tropische regenwouden. En dan hebben we alsnog het land. Daar hebben we niet eens de dieren voor nodig. We doen gewoon een beetje soja, palmolie. Hakken we alles om. En weet je wat ook zo erg is? Momenteel zijn ze in Europa. In Europa alle oerbossen. Van al die volkeren die daar al die tijd gewoond hebben. Zoals de Polen en de Tsjechen. En de hele shit hakken ze gewoon om. Ze zeggen, ja, dat mag van de EU. Want de EU heeft geld nodig. En als jullie niet betalen, mogen we alles van jullie afpakken. Dat zijn de banken. Dat is Draghi. En Mario en die hele teringzooi. En de Bilderberggroep. Die denken van, weet je wat, beetje biomassa, dat is ook kassa. En ondertussen houden ze gewoon in strychnine, of zoiets. Ja. Jongens, schiet een beetje op, want ik zit hier maar. Mijn filmpje wordt wel lang. En ik zit op de grond, het is wel een beetje koud. Ook dan gaan ze, hup jongens, jongens, schiet op. Kijk, daar gaat er eentje helemaal weg, dat is wel goed. Ik ben zo bang dat er een vogel komt. Hup, jongens. Jongens, schiet nou op. Is niet leuk hoor, dit. Wachten in de kou. Maar dit was de enigste warme dag dat het nog kon, voor mijn gevoel. Dus ik ga vandaag. In het begin zag ik het niet echt zitten zo. Van, komt het wel goed? Weet je wat, ik doe wel een beetje takjes en blaadjes eroverheen. Dan zijn ze ook beschermd. Zo. Ik ben veel te bang dat de vogels er zien. Zo, dat is ook goed. Huppatee. Dus, hier zijn geen bloemen meer. En die vind je ze ook nooit meer. Hè? Dus vogels, ja, die musjes die krijgen nog een beetje brood. Maar vogels die hun jongen moeten voeren met torretjes en vliegjes en rupsjes. Nou, die kunnen het echt wel schudden hier. Daar zorgt Monsanto en de Rabobank en gemeente Zutphen wel voor dat het niks meer wordt. Zijn ze goed in. Want
Ze zijn er nog niet klaar mee, denk ik. Het is pas het begin. Straks zeggen, ja, we moesten wel. Anders hadden jullie geen energie. Dus, nou, dat was hem alweer. Doedeldokie.